Hallo, mijn naam is Jos van Houts. Ik ben initiatiefnemer van de theatergroep De Verleiders. Wij maken sinds 2012 theater voor een heel groot Nederlands publiek over ons aller financiële hygiëne en de economische moraal van hoe verdient Nederlandse geld. En zijn we daar allemaal nog wel zo blij mee? Wij beantwoorden daarmee aan een enorme vraag, een honger die wij voelen bij het publiek. Om het met z'n allen te hebben over deze economische, morele vraagstukken. Want hoe zijn we met z'n allen in deze crisis terechtgekomen? En waardoor verandert er nog steeds structureel niets? Ik vind het heel erg belangrijk om, vooral de laatste jaren ben ik dat gaan vinden, om niet alleen maar gewoon acteur te zijn of theater maken en de mensen een leuke avond te bezorgen. Maar ik wil daadwerkelijk wat betekenen in de wereld. Ik wil de grote dilemma's van deze wereld in de theaterzalen met het publiek bespreken. En daarom dat ik ook heel erg graag meedoe aan de FEM Masterclass Meeting of Minds, waarin jullie rollen als student en de rol als docent binnen de HAN en binnen de FEM centraal staan. Hoe ga je om met je rol als student? Hoe ga je om met je rol als docent? Gaat het je alleen maar om bedrijfskunde of economie als tool om rijk te worden? Of wil je ook iets betekenen in deze wereld? Wil je een nuttige bijdrage leveren aan, aan de toekomst? Dat zijn natuurlijk heel erg grote woorden. Maar ik denk wel dat ze nodig zijn. En daarom hoop ik heel erg dat je aanwezig wilt zijn op onze avond. Die ik samen ga geven met Kees Boele, voorzitter van de Raad van Bestuur van de HAN. Op 1 maart. En dan hoop ik met docenten en studenten in Meeting the Minds het te hebben over, ja, wat wil je eigenlijk met je studie daar? Of met je docentschap? Oké, ik zie er erg naar uit. Dag!